Zullen we eens even gaan kijken hoe het met onze boer is? Want het is al langzamerhand de tijd voor geworden natuurlijk, dames en heren, voor Boer Geert. Ik ben Boer Geert en ik ben zo geil als margarine. Ik kom uit Grunnestad, bekend als naaimachine. Mijn lieve vrouw met de puntjes mooi omhoog. Ja, omhoog. Nou, dan houdt geile Geert het echt niet droog. Nee, dat is bekend. We gaan even bellen met geile, Boer Geert. Mag ik meteen geile Geert noemen, dat is natuurlijk heel onvertoenlijk. Jabba dabba dabba. Met Geert. Ja, Geert, Edwin Evers hier nog even weer. Yes. Ja, nou, nog geen keuze, hè? Nee, ik heb nog geen keuze gemaakt. Ja, ik heb wel een keuze gemaakt, maar dat is nog niet op televisie. Nee, dat is dus volgende week pas. Volgende week, het wordt allemaal uitgesteld. Dat is echt ongelooflijk allemaal, hoe lang dat allemaal... Ja, het wordt allemaal uitgesteld. Ja, ja, Geert houdt niet zo van uitstellen. Nee. Je houdt wel van een beetje voelen naar ja, maar vooral ja, niet is... van uitstellen. Nee, niet van uitstellen. Nee, dat begrijp ik. Maar goed, ik heb ze nog wel even allebei lekker in de kont geknepen. Dat zag ik inderdaad, Geert. Theo? Yeah. Ja, Theo, bij jou is het allemaal niet. Het gaat niet allemaal heel makkelijk, om maar even zo te zeggen. Het is, ja, het is aan en uit. Ja, het is wel en niet. En op een gegeven moment. Ja, dacht ik ook van. Ik zat te kijken. Ik denk, wel, ja, wat wil je nou op. Dat had jij toch ook? Ja. Maar goed, in ieder geval, wat mij opviel, Theo. Ik weet. Kan jij ook nog wat anders zeggen dan ja, Theo? Of. Goed, wat mij opviel op een gegeven moment, jullie zijn er op een gegeven moment de mensergie niet doen, op een gegeven moment een spelletje in de keuken en je wou ook nog even dammen. Ja. En dat betekent eigenlijk ook nog heel wat anders dan het dammen zelf, zeg maar. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Je dacht, ik probeer het gewoon. Ja, precies. Ja. Maar ja, want je wilt er ook niet kwijt. Nee. Zei je nou nee? Ja. Ja, oh, ik schrok even, ja. Ja. Theo, ja, nee, het opvallende was dat op een gegeven moment zij begon weer te twijfelen toen jij ging melken. Ja. Ja, dat... Ja. Ja, is bijzonder. Dat is bijzonder, nou, Geert heb ook wel zin om een keer te melken. Ja, Geert, ik weet nog wat jij allemaal zin in hebt, maar dat is... Ja, nee, maar ik zal het meneer zeggen, ik ben boterverliefd. 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 Ja. Het flonkert en het flikkert een beetje. Het flonkert en het flikkert een beetje. Het flonkert en het flikkert. Ja, dat dacht ik en al. En dan ja. heb ik het niet over de jas van Betty, maar het flonkert en het flikkert ook. Het flonkert en het flikkert ook inderdaad. Ja, maar jij hebt al van alles en nog wat gedaan volgens mij met die twee dames. Ja, ik heb heel... Ja, laat ik zo zeggen. Die aardbeving van de laatste tijd in Groningen, die komt niet door de gasboring. Nou Geert, ik weet, jij ging nog wel ontbijten met die dames. Ik vond dat wel... vind ik mooi. Ja. Even frustukken, even in Duitsland doet Geert graag. Frustukken, dat zag ik. Ik was er een paar weken terug, was ik er ook nog even om even te ontbijten. Even frustukken. Ja. En ik wil wat lekkers bestellen van de kerk. Ja. En ik zie op een gegeven moment die ober, die was aan het krabben op zijn hoofd en op zijn rug. En het ging tekeer. Ja. Ik zeg, ober, heb jij eczeem? Ja. Hij zegt, als het niet op de kaart staat, heb ik het niet. Nou.